Donderdag zijn de fitnesscentra weer open na de beperkingen die er waren wat corona betreft. En het is, zoals ook hier in Degensvaart, weer behoorlijk druk. Ik ben bij het openingsmoment van Sportfit, Sportschool en Fitness in Degensvaart. En ik praat met Osama, de eigenaar. Ja, bijzonder moment voor u, neem ik zo aan. Nou, absoluut. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Het is lang geduurd, maar eindelijk het is zover dat, dat we open mogen. Ja. U zat op het puntje van de stoel, denk ik, iedere persconferentie om te horen of het al dan niet zou open mogen. Nou, het is niet elke persconferentie. Nee. Eerlijk gezegd, elke dag. Elke dag, ja. Luisteren naar nieuws, hoe en wat. En wat zijn de beperkingen dan? Want het is nu allemaal weer open. Hoeveel mensen mogen er binnen? Ze hebben gezegd 30, maar ik heb het tot 20, 25. Ja. Je hebt het net binnen gezien, het is niet zo groot. Je moet wel een beetje rekenen bij jou met die afstand. Ja, precies. Dat de mensen die anderhalve meter wel kan hanteren. Ja, precies. Dat gebeurt ook wel. Okay. 20, 30 kan ik wel hebben, maar we moeten toch wel... Want in normale omstandigheden, hoeveel mensen zijn dan aan het sporten? Ja, wel vaker wel rond de 30. Ja, oké. Okay. Dat maakt op zich dan niet zoveel. Nee, maar dat was toen anders. Dus nu moeten we toch wel helemaal... Ja, precies. Dat anderhalve meter. En ja goed, ze moeten naar binnen komen met een mondkapje. En zijn er ook mensen die afgegaan zijn door de corona? Want ik neem aan dat u lid moet worden van de fitnessclub, toch? Ja, tijdens de corona, de tweede fase, het is wel mensen inderdaad afgemeld. Maar ze komen nou wel terug. Oké, nou prima. Nou, alle succes gewenst de komende tijd. Ik dank u voor dit interview. We zijn even benieuwd hoe een en ander wordt ervaren, zowel door degene die het runnen als degene die eraan deelnemen. We gaan even naar binnen. Lekker aan het sporten weer. Hoe was het om weer, sinds donderdag geloof ik, kunnen jullie weer sporten als fitnesser? Ja, sinds woensdag. Ja, of woensdag. Dus hoe heb je dat opgelost, hoe heb je dat aangepakt de afgelopen maanden? Mijn neef die heeft een kleine huissportschool op zijn zolder staan. Dus, Via daar eigenlijk. Oké. De tijd doorgebracht. Mm-hmm. Als alternatief. Ja. En hoe is het om nu weer hier in de sportschool bezig te kunnen zijn? Prachtig. Ja. Ja, super mooi dat we kan. Ja. Je mist het wel na zoveel maanden. Je bent al lang actief in de sportschool? Ja, dat wordt mijn vierde jaar nu. Oké, ik kan me voorstellen dat je dan dat gemis ervaart. Ja. En dat je minder lekker in je vel gaat zitten. Zou dat kunnen? Ja, en begin is wel even wennen. Want die hele ritme, die ligt in principe uit. En nu kun je er weer lekker in komen. Oké, en kom je hier wekelijks? Of? Vijf à zes keer in de week. Zo, je bent een intens sportief iemand. Probeer bodybuilder te worden. Ja. Dus zodoende. Oké, nou bedankt voor de reactie en nog veel plezier. Ja, geen dank. Ja, dank. Hoeveel van die oefeningen doe je zo? Hoeveel? Meestal een kilometer. Een kilometer, dat is dan een stuk of 50 keer denk ik. Ja, zoiets wel. Ja, oké. En dan blijf je lekker in conditie. Waarom? Hoe is het om weer te kunnen sporten? Ja, het is weer leuk. Ja. Nou, vijf maanden denk ik, was het dicht. Ja, vooral thuis trainen. Ja, al thuis heb je het verder gezet. Met beperkte middelen, zeg maar. Ja, daarom. Oké.